die laatste wedstrijd moest ik tegen nummer 1 van Europa. Mm-hmm. Was een profwedstrijd. Moest ik tegen de nummer 1 van Europa. Wel, ik sla die man in de tweede ronde, in de vierde ronde neer. En in de zesde ronde gelijk uit. Iedereen denkt, hey shit, Ken Smith gelijk uit. Terwijl ik een aanval kreeg. Een epilepsie aanval. Wauw. Maar de scheidsrechter keek eventjes van, hey, wat is er met die man? Hey. Maar ja, als je te lang blijft liggen, denkt je, oh, die man wordt moedeloos, dan begint hij te tellen. Toen bleek het dat ik een epilepsie aanval. Damn. Zo. En zo ben ik eigenlijk gestopt. Met boksen. Volg. Abonneer. Spreek me aan met meneer. Yoga. Yes. Once again. Live vanuit de Akdeton. Speciale gasten in de building. Brrrakka. We hebben de legendary. Jongens, ik weet niet eens hoe ik deze man moet aankondigen, want hij is legendary. Vanuit de boxwereld. Romeo Kinsmill. Make some noise. Brakka, brakka, brakka. En zijn oud-collega Ramon Foren, de zoon van basketballplayer, nu beter bekend als de DJ, Jesse Foren. Lekker heren, hoe gaat het met jullie? Lekker relaxed? Je moet een beetje dichter bij die mic komen, Romeo. Perfect. Anders gaan we je niet horen. Oké. Okay. Waka, yes, Biggie, yes. Brada. Ja, lekker. Lekker, ja, toch? Ja. Jongen, Romeo, yes. Ik kwam je laatst tegen in het centrum. En ik keek naar je. En ik kreeg een flashback hoe ik Chin Chin Boy was, toch? En hoe ik altijd opkeek tegen mijn broer, Ramon. Maar hij was stoer, toch? En hij bokste, ja, toch? Ja. Mooi boy, groot. En dan liep ik soms, je weet toch, met mijn moeder over de Albert Cuypmarkt. En dan keek ik naar boven bij die boksschool. Bij de Albert Cuyp boksschool. En dan zag ik al die eddies van jullie daar boven die boksschool. En dan zag ik jou ook. En mijn broer, Said, Regie. En dan dacht ik, zo tof. Ik wil op een dag eigenlijk ook daar zo komen te staan. Begrijp wat ik bedoel? En ik kijk echt op naar jullie. Want ja, jullie waren die oudere generatie. En jullie waren al heel erg populair met boksen. En wat ik heel graag wil weten, Romeo, is hoe ben jij überhaupt begonnen met boksen? Take us back, take us back, take us back, take us back. Legend Romeo, take us back. Met boksen zelf ben ik begonnen. Toen hadden ze gewoon een boksdemonstratie bij de Kuip. Mm-hmm. En hadden ze open dag. Aha. En ik mocht ook kijken en mocht ik meetrainen. Mm-hmm. En toen heb ik dat gedaan. Maar toen voetbalde ik ook nog. Toen zei de trainer van, je hebt het aardig onder de knie. De eerste keer. En zo ben ik eigenlijk begonnen. Van boksen, voetballen. Aye. En op een gegeven moment, toen zag ik van boksen trok me toch meer. Mm. Hoe oud was je toen? Toen was ik 9. 9 jaar oud? 9 jaar. Toen was ik 9 jaar oud. Ja. Zo tof. En weet u nog welke voetbalclub u bij speelde? Ja, zeker. Welke? Goldstar. Ja. Gruwelijk shout-out naar al die boys van Goldstar. Old school. Ja, toch? Ja, zeker. Oké. En op een gegeven moment, u bent 9 jaar. En het boksen triggert u om toch verder daarin te gaan. Wie waren de boksers toen in die tijd waar u tegenop keek? Ja, kijk, dat was sowieso
Muhammad Ali. Ja, nummer 1. Nou, nee. Niet nummer 1. Nee. Nee. Oké, wie dan? Mijn nummer 1 was Sugar Ray Leonard. Ja. Nee. Ik had die naam in mijn achterhoofd al gereserveerd. Ai. Dat was mijn nummer 1 boxer. Ja, hè? Ja. Dat was echt ook... Ik weet ook nog dat mijn vader, dus de opa ook van Jesse... Die hield ontzettend veel van die Sugar Lee, toch? Ray, toch? Ja, Sugar toch. Ray Leonard. Had hij niet de bijnaam de Bone Crusher? Of? Nee, of volgens mij was opa fan van Joe Frazier. Nee. Joe Frazier? Smoking Joe Frazier. Ja. Ik weet ook Sugar Ray... Sugar Ray? Ja, toch? Er is meestal een Sugar Ray... Die was voor die tijd, maar Sugar Ray Leonard. Leonard. En dat was puur uit mijn periode. Oké, dan. En welke boxers in Nederland zag u wel als zo'n soort van... Wauw, oké, dit zijn ook wel goede boxers eigenlijk. Dat was toen was dat een... Het waren de meer harde boxers. Dat was toen Rudy Koopmans. Rudy Koopmans, ja. Ja, Rudy Koopmans en... Dat was ook Alex Blanchard. Alex Blanchard, ja, klopt. Ja, man. Want hij kwam uit Zuid, toch? Alex. Waar Alex precies uit kwam? Ja, rivierenbuurt. Dat weet ik niet. Maar ja, Alex Blanchard, dat was de prof toen. Ja, toch? Toen was de prof, man. En kijk, in een later stadium heeft u echt veel dingen gedaan. Want u bent echt... Trouw gaan door blijven trainen bij Albert Cuyp Boksschool. Ja, klopt. U werd getraind toen door? Door, nou, we trainen met z'n allen. Ja. En maar het ook gericht Ruud van der Linde. Ja, rest in peace. Ja, inmiddels. Yes, inmiddels. Dan Reinhold. Aha. Dat is Rai. En die ook. Rest in peace. Ja, hè? Inmiddels ook al zo. Oh, ja, ze zijn in Oom Roy. Mm-hmm. Rest in peace. Ja, zijn ze allemaal. Die hebben ons verlaten. Ja, hè? En zeg maar, hoe vaak per week trainde u toen? Want kijk, die mensen die nu de dag van vandaag ook geïnspireerd zijn om te boksen of om te kickboksen... Ze weten niet, maar ze zitten met echt een legend. Dus ik probeer zoveel mogelijk informatie uit u te trekken... om te delen met de kijkers. Zodat ze weten dat what it takes to become a champion. Huh? Welke mentaliteitinstelling moet je hebben... wil jij een champion worden? Dus als je een championsmentaliteit wilt hebben... dan moet je sowieso weten van... als je moet trainen, ga trainen en je extra... Ik had altijd die looptraining. Dat je gewoon 's ochtends je looptraining maakt. Ja. Voor je afstand. Ah. En dan relax. En dan 's avonds je avondtraining. Oké, dus hoe ziet zo'n looptraining eruit dan? Je bedoelt gewoon joggen? Of een programma? Ja, juist, een programma. Hoe ziet zo'n programma eruit? Een programma ziet eruit van, je hebt eerst, neem je een route. Uh-huh. Maar, en dan time je hem. Uh-huh. En dan morgen wil ik, in plaats van die 9 minuten dat ik gelopen heb, uh-huh, wil ik hem binnen 8,30 lopen. Ah, oké. Okay. En zo... Bouw je jezelf op. Ah, dat is een hele goeie. Mm-hmm. Dat is een goeie. Die kende ik nog niet. Elke dag een beetje beter. Juist. Dat is de mentaliteit. Dus ja. Je probeert jezelf, zeg maar, te beteren elke dag om binnen een kortere tijd dezelfde afstand zeg maar, te joggen. Juist. En dan op een gegeven moment, dan neem je een langere route. Juist. Dan zet je de route van, oké, nou ja, we hebben dit gedaan. Dan gaan we eventjes nog een rondje erbij. En wordt dat rondje uitgevoerd door middel van een vuilniszak ouderwets? Of gewoon
met dubbele sweaters? Of hoe ben jij? Hoe zie jij er zelf uit dan als je die rondje gaat pakken? Nou, ik zag er toen gewoon. En hij hing er helemaal vanaf. Wat moet je doen voor die wedstrijd? Ah. Want vuilniszak, dat zweet je vaak te veel. Val je af. Yes, if you gotta lose weight. Dat is... Ik wilde dat juist niet. Nee. Ik wilde juist op mijn gewicht blijven. Mm. Ja. Want dan anders... You lose some power, bro. Ja, gruwelijk. Sowieso. Is het ook zo dat je makkelijk flauw kan vallen, ook als je een vuilniszak misschien draagt, of niet? Nee. Omdat je opeens zoveel vocht verliest, toch? Ja. Je gaat snel vocht verliezen, toch? Nee hoor, dat is dat hebben we niet meegemaakt. Oké. Okay. En welke voeding neemt u tot u op het moment dat je in zo'n vaarwater zit, dat je een champion wilt worden, je bent keihard aan het trainen? Wat voor voeding ga je jezelf dan aannemen? Kijk, het is meer, je neemt een schema. Ja. Ik heb niet echt perfect voedingen dat ik wil nemen. Mm-hmm. Je hebt wel je schema van je eet 's ochtends, je eet je middag en je eet je avond. Dat is het. Het is niet echt perfect per se je voeding die je moet nemen. En welke trainingen omarm je om je snelheid te verstellen en om toe te nemen in kracht en om te beteren in techniek? In techniek, dat zijn meer hulp van je compagnon. Dus of van de mensen met wie je spart, bedoel je? Juist. Oké, maar toch ook de boksleraar of niet? Ja, die zegt hoe of wat. Juist. En dan moet jij het uitvoeren. Ja. En maar wel een eigen stijl natuurlijk. Elke boks heeft een eigen stijl. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Dat zijn gewoon de basisdingen die ik meekrijg. En dan vind je zelf, zeg maar... Je weg daarin. Ja, het is toevallig omdat je zei van... Ja, wie was je... Idool. Dus dan keek ik vaak naar Sugar Ray. Ja, toch, Sugar Ray. Dan zag ik van... normaal? Dat wil ik ook kunnen. Ja. En dat probeer je ook uit op... Je tegenstander met wie je spart. Juist. En voor het versnellen van je snelheid, zijn daar speciale trucjes voor of zo? Of is dat alleen maar constant blijven oefenen? Nou, het is meer hoe stoot je? Hmm. Hoe stoot je? Het is je, vaak stoten ze. Ze strekken armen niet. En ze gebruiken kracht. Hmm. Nee, maar je moet zo... Boom. Je moet zwepen. Weet je, juist. Mijn pa zei precies dit. Je moet zwepen. Ja, dus toch? Je kan iemand raken of je raakt hem. Ja. It's there or it's not there. Het kan als een klap klinken of het kan voelen als een klap. Maar als je hem echt doorstoot, je strekt je arm. Juist. It's gonna hit. It's gonna hit. Dat zit de hele body. Ja, dus je zweept met je body erachter. Ja. Maar dan zie je dat je minder kracht gebruikt en kracht is conditie. Juist. En dat moet je vast zien te houden. Juist. Dus door niet te veel kracht te geven, behoud je je conditie. Ja. Jongens, wanneer jullie me binnenkort weer op straat gekke dingen zien doen, dan weet je dat ik geïnspireerd geraakt ben door onze legend Romeo Kinswil. Dat ik mensen probeer te zwepen daar buiten met mijn body erachter. Om te kijken hoe snel en hoe makkelijk je nog sneller neer kan gaan dan dat je aangaat. In the building! Ai, mijn oom, we gaan meteen springen naar mijn niffel. Ja man, Jesse. Jesse, welkom man. Gruwelijk man. Hoe is je dag begonnen? Goed. Ik kom net uit Berlijn toe. Ik ben best wel moe nog, maar we zijn hier. You gotta represent for the fam. 100%, ja, sowieso. Gruwelijk. Jesse, ook voor jou dezelfde vraag. Want
je bent nu aan het DJ'en. We komen straks daar. Maar ik heb jou zien opgroeien en molden into a basketball player. Yes. En ik wil heel graag van jou horen, en zodat we dat kunnen delen met de kijkers, hoe jij bent begonnen als basketball player. Take us back, take us back, take us back, take us back. Jesse Ford, take us back. I'll take you back, man. Ik ben nu 32 jaar oud. Ik begon, die eerste bal die ik aanraakte was toen ik 8 jaar oud was. Hoe ben ik begonnen? Eigenlijk door mijn pa, which is crazy, want hij is een bokser, toch? Ja. En mijn vader heeft me eigenlijk al vanaf een hele jonge leeftijd, ik denk 6-7 jaar, liet hij me al een klein beetje weten hoe je moest stoten, hoe de houding moest zijn, hoe je balans moest hebben. Tuurlijk. Om gewoon eigenlijk een kerel te worden. Of vanaf young age, weet je wel. En het mooie vind ik van mijn pa is dat hij heeft me nooit gepusht om een bokser te worden. Hij heeft me gewoon laten gaan. Laten me rustig laten gaan, laten uitvinden wat ik leuk vond. Juist. En we leefden in de tijd toen van Kennel Plus. Weet je wel? Kennel Plus. Ja, toch? En mijn pa was... Hij ging net naar Kennel Plus. Precies, Filmnet, Kennel Plus. Ja, en, ja. En die oude van me, hij hield ervan om dingen terug te zien van L.A. Of het nou de honkbal was of basketbal. Ja. Maar er was veel basketbal op tv. En er was veel Lakers. Yes. In de tijd van Eldon Campbell, Kobe Bryant was toen net 18 jaar oud of zo. Ja, Shaquille O'Neal kwam naar L.A. Dus hij keek die wedstrijden. En ik was vaak met pa. Dus ik keek die wedstrijden met hem. En op een gegeven moment dacht ik van, I like this. Ik was 8 jaar oud. En een vriend van mij, die 11 was, die speelde basketbal toevallig. Dus hij kocht een bal van me met mijn pa. En ik begon een beetje met die vriend van me op straat te oefenen. Maar het grappige was, ik keek die wedstrijden en ik deed na wat ik zag op tv. Kobe Bryant en Shaquille O'Neal were my guys. Dus ik deed alles wat zij deden, deed ik gewoon na op het basketbalveld. Ik probeerde het na te doen. Dus ik kon niet echt basketballen, but I was trying the way I was doing things. En ik heb me toen ingeschreven voor de wachtlijst bij Lely Amsterdam in de Apollo Hall. Zuid. Amsterdam-Zuid. Zeker. Ja, weer Zuid. We liggen er nog langer niet uit. It's culture, man. Ja, it's culture. Zeker. Dat is gewoon een mecca of basketball in Nederland. Apollo Hall met die 4 velden naast elkaar. Alle young boys die niet weg wilden. De lichten gingen uit. Niemand. Maar dat komen we zo nog. Ja, dope. Maar, dus ik stond de wachtlijst 2 jaar lang. Ze gaven me geen belletje. Maar ik was nog steeds on the streets. Doing my little fadeaway jumpers en leerde mijn eigen moves met die vriend van mij. En toen ik toen op een gegeven moment kwam Karel Vrolijk. Ik weet niet of jullie die naam nog kennen van vroeger. Karel Vrolijk. Is Vrolijk komt me wel bekend voor, die achternaam. Precies. Maar. En die zag mij en die zei van, jij moet nu naar Amsterdam, je moet naar het team gaan. En hij zei, ja, ik sta op de wachtlijst, maar ze hebben me nog nooit gebeld. Toen heeft hij een belletje gemaakt en toen ben ik langsgekomen op die training. En ik was eigenlijk meteen al een killer. Ja, toch, want dus je komt van de hood. Ik kom van straat. En ik, het grappige is, ik heb het zelf aangeleerd wat ik op tv zag. Dus er was nooit een limiet voor mij. Weet je, voor mij was het, die guys, that's what I want to be. Niemand heeft me gezegd van, je kan dit niet of je kan dit wel of zus en zo. Dus op jonge leeftijd leerde ik eigenlijk, without a limit, to play basketball. Ik wist niet echt de game, maar ik wist de skillset al. Even om in te haken, heeft ook niet, zeg maar, de kracht van de aanwezigheid van jouw vader ook bijgedragen aan het gevoel dat je het zou kunnen doen? Absoluut. Ja, toch? En dat is vanaf voordat ik dus begon, tot en met nu. Juist. I'm talking about now, weet je wel? En hij is altijd involved geweest met mijn beslissingen in sport, met mijn attitude als basketbalspeler. Juist. Toen ik op mijn 12e, toen ik uiteindelijk bij Lely Amsterdam zat en ik zei dat ik echt prof wil basketballer willen worden, toen heeft hij gezegd, oké, dan gaan we dit doen. Hij heeft nooit zijn vader om zich heen gehad om hem te sturen om als prof te gaan boksen. Of advies te kunnen geven over de dingen die belangrijk zijn om de weg naartoe. Juist. Dus hij, in plaats van dat mijn pa er niet was voor me, was hij juist extra aanwezig voor me. En dat is voor mij de grootste blessing in mijn career. Dat ik had die ouwe van me die niet wilde dat ik op de bus ging. En niet om mij te verwennen, maar gewoon om te zorgen dat ik al mijn energie kon geven in mijn sport en in mijn school. Dope. Weet je, he was bringing me to practice every day. He was working at night, but during the day he was cooking for me. Ossun Yang. Weet je, en daarna kon ik naar trainen en dan was ik daar. Gruwelijk, man. En dat is, weet je, dat is a part of my success.
Juist. Weet je? En voordat we dus dan die sprong gaan maken dat je professioneel wilt gaan, weet ik eigenlijk nog dat ik jou dan als klein kind zag bij mijn vader thuis in Noord. Ja. En dat eigenlijk al daar dingen begonnen te borrelen dat je interesse had voor basketbal. Voor mij, want opa Voorn is voor mij daar, weet je wel. Ik was heel jong toen hij overleed. Juist. Maar mijn vader heeft me veel over hem verteld. En weet je, daarom dragen we zijn naam ook, omdat hij honored us, weet je wel. En de biologische vader van mijn vader, die was er in de tijd van zijn jongere jaren niet. Juist. Dat is wat ik net bedoelde, niet opa Voorn. Opa Voorn was a tough one. Maar hij was er wel voor pa, weet je wel. In de zin van, weet je, hij hield ervan als hij bokste. Hij hield van zijn wedstrijden. He felt that support. Ja, zeker. Weet je? En het gevoel dat je pa daar is, die kijkt. Juist. Of hij nou thuis is of op een bleachers. Dat geeft extra kracht. Juist. Ik wist, als mijn pa op training kon kijken. Elke training was hij er. Juist. Elke training. Ik wist, als we moesten sprinten, I had to be first. Ik deed voor mezelf, maar ik wist gewoon als pa, kijk, ik moet eerst zijn, man. Dat is toch extra brandstof wat het je geeft. Juist. Het is gewoon zo, het is zo belangrijk, je weet toch, om naast jouw moeder ook een vader te hebben. Ik vind het belangrijk. Yes. Weet je? Absoluut. En jij bent voor mij die reflectie daarvan, want you had both. Absoluut. Je weet toch? En ik wil ook naar de kijkers daarbuiten, je weet toch, uitdragen. En ik zie het ook bij veel podcasts, zeg maar, voorbij komen. Hoe belangrijk het is dat de papa en de mama aanwezig zijn in het leven van de kinderen. Want ik zie toch dat de kinderen die opgroeien, ook met vaderlijke liefde, je weet toch, sterke mannen ook worden. 100%. Het is zo belangrijk. En daarom zeg ik, ik wil bijna zeggen dat ik I feel privileged. Juist. Why it shouldn't be. Ja, het moet normaal zijn. Maar het is niet normaal, maar niffel. En dat is het probleem juist. Want het zou normaal moeten zijn. We zouden normaal... Weet je, ik ben er nu. Ik heb een klein kindje van 1,5. Hey, it's priority number one. And it should be that way. Weet je wel? Dus daarom, het is goed dat je het zegt van... We gaan het benadrukken. Want het is gewoon... It should not be your privilege. Juist. It is. I feel privileged. But it should be normal. Juist, weet je. En helaas is dat niet zo. Omo, hoe is het aan uw kant geweest? Bent u met papa en mama opgegroeid of... Nee, nou, dat kan ik niet zeggen. Mm-hmm. Ik zelf ben tot bepaalde leeftijd met een papa en mama. En tot was een jaar of 7. En toen, toen was papa was hij weg. Mm. En heeft dat een effect gehad op u en op u? Beleven van het leven dat papa er niet was? Kijk, nou echt effect? Kijk, niet echt. Nee? Nee, kijk, ik heb... je zag wel dat je wat miste. Maar ja, kijk, eigenlijk... maar die deed alles voor ons. En dan... Dus is dan een... je deed je ding. Het was op een gegeven moment was het van je afzetten. Ja, van je afzetten. Ja. Ja, maar er is toch een bepaalde kracht die naar boven komt vanuit de persoon. Maar niet iedereen heeft dat. Nee. En niet dat iedereen is, heeft die power dat inderdaad, ja. En dat is van je afzetten. En wat eigenlijk zou je het niet van je af moeten zetten. Nee, niet mogen. Niet mogen zetten, niet mogen zetten. Ja, want het is een soort van... verdedigingsmechanisme, een soort van overlevingsdrang, waardoor je het van je gaat afzetten. Ja, juist. Maar eigenlijk zou je niet in zo'n positie terecht moeten komen dat je voor die keuze moet komen te staan om het van je af te moeten zetten. Mm. Juist. Toch? Ja. Mm. Right. Ja, man. Crazy. Oké, dan. Omo, we gaan meteen even verder naar u. Want op een gegeven moment bent u bij Albert Cuyp Boksschool en u bent lekker aan het trainen met de boys, waaronder ook met mijn broer, de vader van Jesse. Ramon Voorn. En nu breken de eerste wedstrijden aan. Kunt u uw eerste wedstrijd nog herinneren? Ik kan hem zeker nog herinneren. Jitori. Ik kan hem zeker nog herinneren. Dat was in de sportschool zelf. Uh-huh. In de Albert Cuyp. Ah. Dat was, ja. Je weet, je bent een... Je staat er klaar voor. Mm-hmm. Maar nu loop je naar die ring.
Die Atito gaat kloppen. Maar het moment dat ik de ring instapte, dan was alles weg. Dat was alles weg. Want het is of hij of ik. En dat had ik gelukkig. En dat had ik gelukkig. Mijn hele carrière. Tof. Ik was zenuwachtig. Ik was voor al mijn wedstrijden was ik zenuwachtig. Nerveus. Maar het moment dat ik in de ring stapte. Broem. Focus. Dan is het of hij of ik. Maar ik wil niet. Dus. Ja, toch? Dus hij moet gaan. Dus dat moeten we. Uw eerste wedstrijd, hebt u die gewonnen? Mijn eerste wedstrijd, dat was een onbeslist. Ah, onbeslist. Ja, onbeslist. Oké. Okay. De scheidsrechters, die waren toen nog niet zo streng. Omdat, ja, het zijn kleine jongens. Ja. Dus dan zijn ze nog een beetje schappelijk. Ja, Hij heeft niet overtuigend. Gewonnen. Die andere heeft zijn best gedaan. Ja. Dus. Ja. Ja, ik snap hem. Dat weet ik wel. Welke serieuzere wedstrijden kunt u zich nog heugen? En als ik nu vraag van welke serieuzere partijen bent u naartoe gegroeid om te moeten vechten? Welke? Dat waren er. Partijen eigenlijk toen ik prof werd. Mm-hmm. Ik weet één partij, die vergeet ik nooit meer. En dat was de partij dat, tegen? Ja, die naam vergeet ik ook nooit meer. Dat was Gilbert Delay. Oh, Gilbert Delay. Gilbert Delay. Dat was een Fransman. Mm-hmm. Een Afrikaanse Fransman. Mm-hmm. Nou. We stapten de ring in. Okay. Alles precies hetzelfde. In de ring. Hij of ik. Yes. Nou, ik sloeg die man in de eerste minuut. Sloeg ik hem neer. Mm. Ik draai me om naar mijn hoek te, want dan moet je naar je hoek lopen. Yeah. Maar daar stond die man alweer ready. Zo boksen verder. Tweede ronde. Same shit. Ina Kamambaka. Bam. Boom. Weer neer. Neer. Ga. Maar kom die man. Die man komt gewoon weer. Dus. Ik pompte wat van. Maar toen ging ik op een gegeven moment. Ging ik zijn gevecht vechten. Ja. Niet mijn gevecht. Dus ik dacht, nee, dan moet ik iets extra's erin gooien. Om eruit te gooien, slaan. Maar die man, die kon zo veel incasseren. Ja. Dat ik op een gegeven moment dacht ik van, joh. Hoe heeft hij dat opgelost? Anders boksen, zeg maar, waardoor hij... Hoe is het verlopen, het gevecht? Want we weten niet wat er is gebeurd. De wedstrijd is gewoon... We hebben de wedstrijd uitgebokst. Hoeveel rondes? Maar dat waren 6 rondes. Ah. Maar dat was ook nog... Maar ellende was nog. In die 5e ronde... Want op een gegeven moment wist je nooit... Hoe lang een minuut kon zijn. Juist. Dan kreeg ik in die 5e ronde een... Mm. Een stoot. Een rechtse hoek van die man. Mm. Dan zag ik 3 dreddelen voor me staan. 3 man. Hey. 3 tegenstanders. Ja. Ik dacht... Kom. Cobra Sayere. Ja, geef een beetje love. Alle 3, echt. Jongen. En toen... Nou ja,
We gingen door. We hebben de wedstrijd uitgebokst. Nou, Kenzie, alles was perfect. Maar nu, toen op een gegeven moment, later kwam toen de Eurosport. Eurosport TV kwam. Juist, dat is echt. Dan, toen kwam die, hadden ze veel box, Engels box, Amerikaans box op TV. Lig ik op de bank. En dan hoor ik gewoon. En de new WC World Champion. Gilbert Delay. Ik dacht. Oh shit. What? Hey. Maar u had hem gewonnen die daarvoor. Die wedstrijd. Die wedstrijd. Ja. Dat zeggen ja. Die wedstrijd. Ik had die man twee. Twee keer neergeslagen. Oh, maar u heeft hem verloren. Hij heeft gewonnen. Nee. Nee, hij heeft niet gewonnen. Oh, oké. Maar later werd hij wereldkampioen. Later werd de man wereldkampioen. Never give up. Altijd blijven opstaan. Ja, toch? Ja, echt. Was een beest van een boy. Ja, hè. So. Dat dacht ik van, ai. Ja. Soort was hij allemaal tikkie. Maar het is meer. Het is meer de. De mentaliteit instelling. Ik heb het altijd gezegd van. Het is meer de aanleiding van. Je hoek. Mm-hmm. Blijf je wedstrijd boksen. Juist. Hoe jij bokst. Ik ga niet anders aanpassen. Ga vechten met die man. Maar dat is zijn gevecht. Ja, toch? Ja, toch? Zijn gevecht dat moet zijn gevecht zijn. Ja, toch? Ja, ja, klopt. Ai. En dus daarom werd ik ook. Nou ja, ik werd doodmoe. Ik kon die man echt niet. Ik denk dat wel een van de grootste skillsets is ook in boxing. Als je. Stel je voor, je bent een technische bokser en je weet hoe je moet boksen. Juist. Je kan goed boksen, maar er komt een wilde papi op je afrennen. Je blijft maar gaan. Het is moeilijk om je composure te houden en gewoon te blijven boksen. Nou, maar het is echt, het is een skillset. Ja. Het is een skillset. Ja, nee, dat zeker. Maar het is omdat ik hield het vol, maar omdat die man bleef komen, toen dacht ik, dan moet ik ook mijn tempo opvoeren. Maar Purukaji, dat ga ik voor je zetten, ja. Maar, ja. En dat was juist mijn fout. Juist. Want ik heb altijd gezegd, als ik weer tegen die man zou boksen, had hij nooit van me gewonnen. Oh, dus hij had wel gewonnen? Had hij gewonnen. Was hij nooit blijven staan. Oh zo, ja. Was hij nooit blijven staan. En op een gegeven moment, dan stapte hij in. En dan ging hij zitten. Maar incasseren of als ze weet niet wat. Strength from the motherland. Ik denk sowieso een van de geheimen van een onverslaanbare strijder is om in een gevecht te staan waarbij een mentale, spirituele, energieke overmacht hebt op jouw tegenstander. En dat jij je distancieert in het gevecht van het gevecht. En hem zijn gevecht tegen jou laat vechten. Dat lijkt me zijn gevecht. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus niet echt precies. Oké, kijk, want wanneer jij bijvoorbeeld tegenover mij staat. Ja? Dan moet je eerst je eigen angsten overwinnen. En met je eigen mentale issues dealen. Om uit te voeren dat wat jij in je hoofd hebt. Maar ik ga je precies daar laten en ik ga erboven staan. Dus ik speel echt ook mijn eigen spel. Ja, nou kijk. Maar dit is eigenlijk gewoon wat je nu zegt, is gewoon confidence. Ook in a way, dat hoort er ook bij. It is, want als jij zo'n danig veel confidence hebt, dat is het mentale aspect wat ook op je lichaam gaat zitten. Het is iets van, ik ben er. Juist. There's no one who can beat me. Juist. En dat is iets, weet je, als we kijken over naar Muhammad Ali. Juist.
Weet je, ik bedoel, kijk, er is een ongelooflijk beautiful boxer. Het is mijn grootste voorbeeld in sport history or as a humankind. Weet je, want hij was meer dan een boxer. He was a people's champion. Yes. Maar het was the confidence that he had. Extremely confident. Weet je, en dat bracht hem op een manier van, hij was onverwoest. Hij was niet te verslaan. Ook al versloeg je hem, he was still the people's champion. Juist. En dat invloed, dat is ook spiritueel, wat gewoon, het maakt mensen die tegenover je staan angstig. Juist. Because it makes you feel like he's impossible to beat. Juist. Want dan, het lijkt alsof je dan zijn hele entourage en die hele generatie ook moet verslaan. Yo. Want je vecht niet alleen maar met die bokser. Je vecht met zijn gemeenschap. He's zijn a god, land. Yo. Zijn fans. Yo. Yes. Worldwide. Vooral dat zijn fans. Juist. Yeah. But you had a lot of haters at the beginning. Yeah. Ja, toch? Niemand begreep dit jonge fansje die hier komt lullen. Kom even praten. Zeggen dat hij de champion of the world gaat worden, dit en dat. En dat hij binnen hoeveelheid tijd je knockout gaat slaan. Yo. Huh? Yo. Dat zijn die uitspraken van die man. Ja, ja. En jij bent lekker aan het trainen en dan komt hij. Hey. Maar ik denk from ook ergens. Now on, you are the rabbit. Ik denk ook dat voornamelijk dat hij moest zo praten voor zichzelf ook, om zichzelf op te hypen in a way where he could be him. Ja, kijk, want ik sluit me erbij aan. Volgens mij heeft hij ook zoiets ooit gezegd in een interview. En ik kan me daar heel goed in komen. Omdat als ik bang word, dan word ik boos op mezelf omdat ik bang word. Omdat ik in de regelgeving in mijn wereld niet bang mag zijn voor niks en voor niemand. Alleen de Most High. Dus dan is zo een methode om mezelf op te peppen een manier om die angst voor mij te overwinnen. Die ik maar kortstondig ga beleven. Want ik pep mezelf op met, je weet toch, allerlei soort tegenargumenten om over mijn angst heen te kunnen stappen, zodat ik gewoon gefocust in alle rust kan presteren. Ja. It's a personal thing. En ik geloof gewoon dat als dat werkt voor jou als persoon, then it works for you as a person. Ja. En dat is gewoon, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen zichzelf moeten leren kennen. Ze moeten weten van, dat ze weten van wat werkt voor jou als persoon. Juist. Dat hoeft niet voor een andere persoon te werken, maar als jij weet wat voor jou werkt, juist, that's the method. There's no book that can tell you what's better for you if you know this works. Juist. En wat werkt voor jou als jij moet doen wat jij moet doen? Ik had vroeger, het is heel grappig, want in mijn carrière, vanaf mijn jong carrière, ik kom natuurlijk uit de cultuur van een bokswereld. Mijn pa heeft mij opgevoed als topsporter, als een bokser eigenlijk. Juist. Dus voor mij om als basketballer te spelen in een team, met een boxersmentaliteit. Ja. Wel met een attitude van een individuele sporter eigenlijk. Yes. Dus ik heb ook moeten leren om echt in een team samen te spelen. Mm. Wat ik snel kon. Maar altijd had ik wel die mentality van, hey, I need to go kill out here. Weet je? Als ik kill, dan weet ik dat mijn team kan winnen. Juist. Dat was die mentaliteit die ik had. Yes. Ik wist ook wel, dus een paar dingetjes wat ik nu bijvoorbeeld heel erg heb. Nu ben ik heel easy. Als ik nu op het veld ga, dan I just do my thing. Maar vroeger had ik heel erg van, als ik niet mijn 15 minuten heb touwtje gesprongen, I'm not going to be the same on the court. Als ik niet mijn dribble drills heb gedaan voordat ik op het veld kwam, I'm not going to be the same person. Dus ik was heel afhankelijk van mijn routines. Juist. Omdat ik wist van, als ik mijn routines doe, I'm undefeatable. Juist. Maar dat is een kracht, want het als jonge speler of als jonge sporter maakt je ook weer sterk en het brengt discipline. Alleen nu in mijn laatste jaar dat ik speel, ben ik juist heel erg relaxed, heel soepel. En I just really don't give a F when I get on the court. En nu speel ik met een soort van scheid, als ik eerlijk ben. Yes. Maar dat maakt me ook weer gevaarlijk, omdat het komt nu heel easy. Yes. Het is heel grappig dat ik nu op mijn 32e... Hij is nu met Shu. Het is los, het is heel los. En dat, saus. Het is crazy, want ik heb nu twee carrières, basketbal en DJ life, wat heel erg tegenstrijdig is. Want eentje is nacht, eentje is overdag. Maar ik heb een WK gespeeld afgelopen zomer. Bro, je gaat te snel, want we gaan straks daar naartoe. Okay. Want ik probeer op te bouwen. Want ik ben nog in die sporthal in Ahoy. Hè, of Apollo. In Apollo halen. Ik zit nog daar. Want je maakt grote bokkensprongen, bro. Want we gaan nog niet daar. Oké, is goed. Dus wat het is, want daar wou ik eigenlijk op in gaan haken. Op een gegeven moment, heb je bij Apollo heb je heel veel doels gepaid.
Mm-hmm. En ben je daar heel erg crazy gaan trainen. En op een gegeven moment hoorde ik in de wandelgangen. En Bertolt, Leader Natural, shout-out. Die was ook destijds heel erg intens met jou bezig. Hey. En op een gegeven moment hoorde ik van jouw vader dat je aanstalten ging maken om naar de States te gaan, bro. Ja, klopt. En ik hoorde iets van NBA en ik weet het niet, bro. Ik weet het fijne er niet van. So I'm asking you right now. Ja. Wat was zeg maar die jump dat vanuit Nederland je ging maken naar de States? Light us in. Toen ik 15 jaar oud was, had ik een kamp, heb ik een kamp gespeeld in België. Met een NBA scout, Rich Laurel. En Bertolt inderdaad, die heeft me daar. Die was involved vanaf toen hij 10 was. Toen zag hij me roepen bij The Bounce. Daar zag hij me. Hij was van, who's that kid? Dus he got involved right away. En Bertolt heeft me eigenlijk qua skillset, pretty much everything, heeft hij me echt wel geleerd vanaf dat moment dat ik echt op basketbal zat, zeg maar. Hij heeft me de kleine details heeft hij me meegegeven. We hebben veel samen getraind. Hij heeft me geleid in a way to, weet je, waar ik naartoe ging in mijn carrière. Toen op mijn 15e werd ik gescout door die man Rich Laurel in de States. Of in Antwerpen. Maar voor de States, voor high school. Yes. Toen ben ik eigenlijk een paar weken later ben ik gewoon gegaan. Ik heb tegen pa gezegd van, yo, this is my dream. En mijn pa weet hoe het is om zijn droom achterna te gaan. Ja, toch. En die heeft gezegd van, hey, let's do it. Ik moet wel zeggen dat het is niet gegaan hoe we hadden gehoopt dat het was gegaan. Omdat ik ben eigenlijk te snel erheen gegaan zonder echt te verdiepen in hoe goed de organisatie is waar ik heen ga. Hoe goed de school is waar ik heen ga. Yes. Dus we zijn eigenlijk meteen gaan happen op iets wat mijn droom was. Maar zonder ons echt er goed in te verdiepen. Want ik ben naar de States toe gegaan en ben naar high school gegaan in Miami, in Florida was dat. Ja. En een week nadat ik daar was, werd de coach ontslagen omdat hij iets had met een meisje op high school. So all strings attached got sent away. Ja. Dus dat was al een beetje een raar begin. Ja. Vlak daarna ging ik naar Atlanta, omdat Rich Laurel had een andere school voor me geregeld in Atlanta. En there I was doing my thing. Really doing my thing. Binnen een half jaar werd ik top 20 speler van Georgia. Gruwelijk. Top 30 van de States. En gruwelijk. Ja, en er kwamen toen wat colleges aankloppen in mijn tweede jaar. Wat snap je nou waarom ik je weer terug ging trekken van die Olympische Spelen? Toen ik denk, nee, eventjes hier komen, bro. Want we gaan nog even door die andere tijd. Dus je bent 20ste van ATL? Ja, van Georgia, de States of Georgia. Oh, de States of Georgia, oké. En nummer 30 van de States itself op dat moment. En dat was een sophomore year in high school. How are you going DJ now? Oké, we komen ook weer straks verder, staan. Oké. En toen kwam Colorado Buffs aankloppen als college. En Florida State, dat zijn twee grote D1 colleges. Maar dat was een probleem. Want ik zat daar op basis van geen visum. Ja. Zij zeiden tegen mij van, we zijn die visum aan het regelen. Mm-hmm. In the meanwhile, you gotta go back every 3 months. Maar ik was dus al 2 keer heen en weer gegaan nu. En mijn seizoenje ging goed. School was easy, want school daar is peanuts vergeleken met Nederland. Ja. En mijn derde keer dat ik terug naar de States ging, toen zeiden ze van, hey, ga je naar school hier? En I didn't want to lie, because that's the States. You know, 9/11 has just been, you don't want to fuck with that. So, ik zeg hem, ja, ik ga naar school. En mijn school zegt dat ze die I-20 form willen regelen, of zijn aan het regelen, maar ik heb nog niks gekregen van ze. So they send me back. Wow. Right away. En die school heeft toen een visum geprobeerd te regelen vanuit een andere staat. Opeens was die visum er toen ik terug moest. Maar ze hadden het van een andere school geregeld. Dus ik kom daar aan en ik heb het even laten checken bij een paar mensen. Ze zeggen van, ja, maar dit kan niet. Je kan niet van een andere school een visum regelen en dan met deze visum naar de ambassade gaan, want ik krijg problemen. Dus eigenlijk, om mijn rug om, hebben ze dus geprobeerd een visum te regelen om dit te proberen. Terwijl ze niet wisten wat eigenlijk de consequenties konden zijn. Zonder dat ik dat wist eigenlijk. Dus ik ben er niet naar de ambassade gegaan met die I-20 form. It wasn't the right way. En toen heb ik gezegd van, ja, jullie moeten het proberen te regelen vanuit Georgia. Maar Georgia wasn't capable of it. En ze lieten me dat nooit weten. Maar ze waren constant aan het proberen. Maar ondertussen was ik wel gewoon aan het spelen. Eigenlijk op een normale visum. Een visiting visum, weet je. Dus that was really a mistake in my young career. Ja. Toen heb ik 7 maanden in Nederland gezeten. Op mijn 17e gewacht eigenlijk tot die visum eigenlijk zou komen.
Maar toen kwam Amsterdam Basketbal naar me toe en die zei van, wil je prof worden? Wil je prof worden in Nederland en vanuit hier je carrière opbouwen? Heb ik goed nagedacht van, wil ik dat? Wil ik in Nederland hoepen? Maar de coach was heel goed. Arik Shivek, een Israëlische coach. En er waren NBA-spelers zaten daar. Die ze vanuit NBA hebben gehaald. Zaten in Amsterdam. 8 Amerikaanse spelers. 2,5 miljoen budget. Wat in Nederland groot was. Ja. Dus ik dacht van, hey, weet je, als het Nederlands basketbal zo blijft groeien, dan I can go in a different route. Weet je, there's more roads to Rome. Juist. Dus toen heb ik besloten om in Nederland prof te worden. En uiteindelijk heb ik hier eigenlijk mijn carrière opgebouwd. En nog in Spanje nog gespeeld. Juist, want toen ben je naar Spanje gegaan, dat heb ik ook begrepen. Ja. Hoe heet die club daar in Barcelona of zo, hè? Nee. In Barcelona heb ik toen een stage gelopen, inderdaad. Maar ik ben naar Las Palmas gegaan, in Gran Canaria. Ah, oké. Een jaar. En toen ben ik teruggekomen. En eigenlijk in mijn hele carrière, ik ben FIKA kampioen geworden. Gruwelijk. Dus, kampioen van? Nederland. Nederland. Ik ben Europees kampioen geworden. Gruwelijk. Congrats nog even bij deze. In the building! Yes! Appreciate it. Ja, man. Gruwelijk. Oké, dan. Ja, dus dan. En dan op een bepaald moment heb je dit achter de rug. En hoe ben je dan bij die Olympische Spelen terechtgekomen? Ja, dat is dus een ding. Je hebt 50-5 basketbal, het original basketbal. En de laatste jaren is een hype op een nieuwe hype gekomen. Het heet drie keer basketbal. Mm-hmm. En 2018 was mijn laatste jaar bij Den Bosch. Daar had ik niet een lekker seizoen gedraaid. Ik was daar gestopt. De club en ik waren geen match. Dus ik ben daar weggegaan. En toen kwam Brian Benjamin, de headcoach van 3x3 basketbal. Die kwam naar me toe en die zei van, hey, weet je, ik denk dat je gewoon heel veel goed past bij dit spelletje. Wat gewoon meer een one-on-one game is, wat meer een hele snelle game is met een halfcourt. Dus je speelt op één basketbal, één basket. En het is meer street. Het is meer, het lijkt meer op street hoop dan dat het echt het originele basketbal is. En ik was wel geïnteresseerd. En ik was sowieso al een beetje aan het draaien, maar dat was gewoon meer on the background, dat was een hobby. En ik wist dat ik het ook gewoon goed kon combineren. En I was about to see the world, want je vliegt overal naartoe voor toernooien. En Nederland is gewoon top 5 van de wereld met 3x3 basketbal. Omdat ze zo lang... Really? Ja, seriously. En omdat ze zo lang al eigenlijk bezig zijn met de sport. Als je veel toernooien speelt en best veel wint, bouw je punten op als land. Wij waren er best vroeg bij als Nederland. Dus Olympische Spelen stond op een menu. That triggered me. Juist. Weet je, that triggered me. Want ik ben nooit op de Olympische Spelen geweest. En dat was nooit een droom voor mij. Omdat Nederlands basketbal gewoon niet in aanmerking komt voor de Olympische Spelen. Ja, ik lach gewoon uit trots, omdat ik trots ben. Ja, en it's crazy, want man, dus die weg daarnaartoe, eigenlijk binnen 9 maanden moest ik dus die transform maken van 50-5 naar 3x3 basketbal. En dat was hard, want het was echt een andere game. Yes. En in COVID-periode, dus je had weinig toernooien, je trainde veel, want je had weinig toernooien, dus ik kon niet echt aan wennen. Die andere jongen speelde al 4 jaar. Yeah. Dus ik moest snel aanhaken. Uiteindelijk heb ik het team gehaald om met het Nederlands team voor de Olympische Spelen kwalificatie te spelen. In Graz, Oostenrijk. Mm-hmm. En my first game, I was horrible. I was missing my shots. I was not in my shit. Ik had niet mijn game. En ik wist, die game had ik verloren. Want ik wist gewoon, het was door mij. Als ik die schoot had gemaakt als ik die had geraakt, was een different game. Tweede game verliezen we ook. We had to do or die. Nou, yes. Derde game. Of twee eerste, laten we zeggen, die eerste twee games, de eerste game was ik slecht, de tweede game, so-so. Maar ik knew I was going to make the difference. Derde game, we spelen volgens mij was het nog niet tegen USA. Het was wel tegen USA, kwartfinale volgens mij. Kwartfinale tegen USA, we're talking about Team USA. We beat the ass. Ja. I was killing, beat the ass. Yes. Hele team was er en we waren allemaal aanwezig. That built our confidence, weet je, want sowieso. Natuurlijk. Ja. Ja, toch. Het was ook op ESPN of zo, dat ze zeiden van Dutch team beats the Team USA. You know how good that feels? Ja, tuurlijk. Ja, toch. En uiteindelijk kwalificeerden we ons voor die Olympische Spelen, terwijl het eigenlijk nog een kleine kans was. Dat die confidence die ons toen gaf in dat toernooi. Was echt een boost gewoon. Yo. Weet je, Olympische Spelen was nu, we gingen er sowieso heen, was a great honor. Want wij waren de eerste 4 basketballers ooit die dus op Olympische Spelen staan. Gruwelijk. Ooit uit Nederland. Weet je, de eerste 4. Like, gruwelijk. Nobody can take that ever from dus us. Dus de eerste 4 basketball players ooit. In basketball history. Juist, yes, vanuit Nederland. Vanuit Nederland. Ja. Staat daar bij de Olympische Spelen. Ja, en zit nu hier aan tafel.
Bellen doofpot. Hey, jouw beste recognize, man. Wat is er, man? Wat is er, man? Shit, ik ben trots. Ja, en ik ben blij voor jou. Happy voor jou. Appreciate it. Gruwelijk. Olympische Spelen was niet... we hebben goede games gespeeld. Alleen we hebben dus tegen België in de laatste seconde verloren. Waardoor we dus in de halve finale tegen een hele lastige tegenstander stonden. Die we niet konden winnen. Dus we zijn vijfde geworden uiteindelijk in plaats van derde, tweede of eerste. En I had a feeling that we hadden het echt kunnen halen. Juist. Maar dat is als. Weet je, en voor mij, kijk ik terug. En ben ik trots dat ik daar mocht staan. Ja toch. Die experience gewoon sowieso. Want opeens ik kijk op die televisie en ik zag jou staan in een soort van ding. En je was bij de Olympische Spelen met jouw team. Yes. Ik heb dat gezien, bro. Juist. Dus ik dacht, kijk Jesse daar. Ja man. Ik was zo trots. Ja, het was crazy. Het was echt een experience. Echt crazy. Oké. En vertel me nu wat je zag toen je in de ogen van je vader keek. Dat je thuis komt van de Olympische Spelen. Trots. Ja, toch? Maar hij is trots. Maar mijn pa, dat is het ding. Hij was altijd tough on me. Weet je wel? Juist. Hij was altijd tough on me. Maar hij was altijd... Moed. Ja, en hij was niet altijd... Hij was niet snel tevreden. Man. Ja, hij was niet te snel tevreden. Want ook al speelde ik een goede game... Hij keek altijd naar die dingen die niet goed waren. Juist. Want there's always room for improvement. Juist, maar sommige mensen die zien dat dan als een aanval. Hè? Als je dan steeds met negatieve punten voor ze komt, dan gaat die verdedigingsmechanisme gaat dan in de verdediging schieten. Want je valt me aan, je dis me. Nee, ik dis je niet. Yeah. Ik ben aan het perfectioneren. Ja. Yeah. Which is sometimes really tough as a young player. Weet je? Het maakt je hard, maar soms... Ik wist dat hij altijd trots op me was. Tuurlijk. Maar hij liet me wel weten wanneer iets niet goed was. Yes. Als ik nou 20 punten had in de game hadden gewonnen, dan kom ik nog een paar. Pa, dat was nice. Hè? Nee, maar je bewoog niet. Heb je wel touwtjes sprongen? Je bewoog niet zo lekker. Ja, je was niet echt licht op je voeten. Die kreeg te horen, weet je. Yes. Pa, is cool. Ja. Nee, maar het zijn dingen, weet je. Dan ziet hij dingen en dan is het gewoon grappig, want het is dan ook zo. Yes, ik heb niet touwtje gesprongen. Ja. Scherp. Hij is scherp, hij houdt je scherp. Dus pap, doek, houdt je scherp. Ja, man. Oké, dan. Beautiful. Ja, man. Heren, we gaan even snel naar de break. En dan komen we straks weer terug bij de number one hip-hop podcast, de Doofpot. Waar er niemand anders dan behalve in onszelf geloofd wordt. All praise due to the Most High. We'll be right back. We zijn er nog steeds met de legendary Romeo Kinsmill, Maniffo, Jesse Foren, Act Like You Know. Shit, we droppen juicy man vandaag bij de Doofpot, man. Hey, vergeet jullie niet te volgen, vergeet niet te abonneren, vergeet niet te registreren op doofpot.nl. Yes! Omo! Jongen, ik krijg opeens een soort van flashback, man. Ik weet nog dat als teamboy had mijn vader had me meegenomen naar Carré. En mijn broer die moest daar boksen, dus je vader moest boksen daar. En dit was voor het eerst dat ik echt meeging om een bokswedstrijd te kijken van mijn broer. Dus ik zit met mijn vader, ik zit met mijn moeder en ik werd wakker gemaakt, want ik was al in slaap gevallen, want het was laat. Je weet toch, vroeger deden ze niet zo moeilijk om kinderen mee te nemen naar dat soort boksgala's. Dus ik was in de Carré. En mijn moeder zegt, kom Shant, kom word wakker, Ramon moet boksen. Dus ik kijk eens op boep. En ik zie mijn broer daar toch fit. Dus begon te huilen toch, want ik zie dat hij, weet je, hij is aan het vechten. En hij krijgt ook een klap en hij deelt ook uit, maar je weet toch. Ja. Maar ik vond het gewoon een beetje eigenlijk te eng. Ik was nog veel te jong, ik was misschien 5 of 6 jaar. Hè? Oh, ja, je weet toch, dus dan, weet je, dan vind je dat niet grappig om te zien. Nee. Maar die dag heb je ook gebokst, toch, of niet? Die dag had ik ook gebokst, ja. Ja, toch? Ja. Weet je nog tegen wie je moest boksen? Dat was de eerste keer. Kijk, eerste keer heb ik tegen Halli gebokst. Mm-hmm. En de andere keer, toen ik kampioen was, had ik tegen Rex Kortram. Oké, dan. Gilbert Halli, of niet? Gilbert, oké. Okay, gruwelijk. Ja. Gruwelijk. Ja. Toen we net spraken over de bond en Olympische Spelen,
voelde ik een kleine vibe bij je hangen. En je beaamde het in de break. Want net zoals mijn broer, schijnen jullie toch een oneenigheid, een ontevreden gevoel te hebben over de bond en over hoe bepaalde dingen zijn verlopen voor jullie in die tijd. Kan je dat met ons delen? Kijk, nou ja. We hadden, je moest sowieso moet je kwalificeren. Mm-hmm. Dus met toernooien. En moest ik een paar toernooien boksen. Mm-hmm. Waarvan ik ze allemaal won. Mm-hmm. Maar achteraf bleek dat het B-toernooien waren. Oké. Okay. Maar je wordt er wel naartoe gestuurd. Ja. Dat doet er niet toe. Dus nou ja, werd ik naar een A-toernooi gestuurd. Door de bond, hè. Een A-toernooi. In Duitsland. Oké, dacht ik, no problem. Ja, no problem. Als je me naar een A-toernooi wil sturen. Wel, de voorrondes. De eerste wedstrijd. Win ik op K.O. De kwartfinale win ik op K.O. Pauw. Halve finale win ik op K.O. Pauw. De finale, toen moest ik tegen de gekwalificeerde Duitse bokser van het nationale team. En dan, ik sloeg hem neer in de eerste ronde. Maar we kenden de Duitse mentaliteit. Mm-hmm. Die boys, ze vechten het. Mm-hmm. Ja, toch, tot bittere einde. Maar nein! Die zwarte jongen! Nein! Dus hij komt, maar no problem. Ja, toch? Tweede ronde, sla ik hem ook neer. Maar dat is net als je bekijkt van voetballen. Je staat 2-0 voor. Ja. Dan ga je niet in de laatste kwartier ga je aanvallers zetten. Nee. Dus dan ga je lekker achteruit. Ja, toch? Lekker verdedigend boksen. Ja, toch? Laat hem maar komen. Nou ja, na de wedstrijd, winnaar Duitsland. No, hoe dan? Maar dat is oké. Je weet, het zijn die Duitse... Politiek. Duitse politiek. Maar daar gaat het mij niet om. Het NOC, Nederland, NOC, die zit daar. En die zit... Journaal bedoelt NOC, nee, in een Nationale Olympisch Comité. Oh, oké. Okay. En ze zien wat er gebeurt. Ze zien de prestige. Juist. Maar ze hebben nooit ingegrepen. Dus eigenlijk, de bond ging u sturen om partijen te draaien, zodat u kon kwalificeren om deel te kunnen nemen aan de Olympische Spelen. Yes. En u gaat door al die rondes heen, behalve de laatste. Dan zie je dat er een soort van voordeel gegeven wordt aan Duitsland, terwijl het eigenlijk zichtbaar duidelijk was dat hij die partij niet had kunnen winnen. En die NOC is daar die dan vervolgens u moet pakken om u naar de Olympische Spelen te brengen, maar die heeft dat gewoon niet gedaan. Nooit niet. Omdat ze dus eigenlijk gewoon u niet wouden hebben die Nederland zou gaan vertegenwoordigen tijdens de Olympische Spelen. Juist. Zo is het bij mij altijd over. Terwijl u won al die partijen, maar u vertelde ook dat die boys, u sloeg ook die boys in Yankee gewoon ook in de States gewoon in de States? Nee, ik heb ze niet. Ik heb ze nooit in de States. Maar van de hebben States. Maar ik heb altijd gewonnen in de States. Ja, want daar waren die Gold Gloves en die yes. Diamond yes. Belt. Yes. Die toernooien, die heb ik gewonnen. Ja, oké, maar wacht even. Welke titels heeft u gepakt en wat heeft u gewonnen? Want Mino Sabiere, want ik was nog een te kleine jongen, toch? Dus nou ja, titels sowieso... Nederlandse titels. Yeah. En dan heb ik in
Indonesië. Mm-hmm. Ja, Sumo Harto. Mm-hmm. Dat was ook een heel groot toernooi. Ja, daar kwamen ook de Amerikanen, de Duitsers en de Russen. Mm-hmm. Dus want daar sloeg ik ook nog eens een keertje. Europees kampioen. Mm. In de finale. Grille. En dan, ja, welke toernooien? Ik heb zoveel toernooien op een gegeven moment gedraaid. Nou ja, nou, Nederlands kampioenschappen, dat weet ik niet eens meer hoeveel. Want bij de profs, daar was ik ook Nederlands kampioen. Yes. Benelux. En Ik heb ook mijn broer ooit eens een beetje ontevredenheid gehoord na die Olympische Spelen, na die bond, dat het niet helemaal ook helemaal tof was verlopen. Ja. Dus hij beaamt het, ja, wat u zegt, dat beaamt hij ook, ja. Ja. Het is altijd lastig. Je kan nooit je vinger op leggen wat het ding is, zeg je. En, ja. En dat is, moeilijk. Kijk, als je zelf voelt van, you're winning all the time. En dat is all you can do. Laten zien dat je wint en presteren. En dat je daar niet voor beloond wordt als sporter. Dan is dat gewoon het meest zware wat er is. Want het is out of your hands. Juist. Weet je, ik heb dat zelf nooit zo meegemaakt. Maar ik kan me heel goed voorstellen. Helemaal als individuele sporter. Want everything you do right or everything you do wrong, it's you. Juist. Je kan niks anders zeggen of iets anders. Maar dat is ook in die rap game, hè? Zeker. In die rap game, is in die DJ game. Je weet toch, het is in overal. Elke game nu ook gewoon, je kan heel erg je best doen. En mensen, zeg maar, die kunnen je zaak vergemakkelijken. Ja. Maar ze kunnen ook moedwillig, kunnen ze jou als concurrent zien en jou strategisch benadelen. Ja. Om zelf voor te kunnen blijven bestaan met hetgeen waarmee hun bezig zijn. Geloof ik graag. Dus kijk naar je eigen carrière. Ja, Als ik kijk naar als young boy, ik dat is gruwelijk. Mijn oom is rapper, toch? Dat is de shit. En als ik nu terugkijk, to be honest, you were too real for that time period. Ja, 100%. So, het was te rauw, het was te echt voor de Dutch hip-hop scene in that period. Mm-hmm. Ze wilden graag de lieve gasten zien op tv die een beetje konden rappen, maar not the real deal. Weet je, en dat is... Dat is wel moeilijk, want je moet aanpassen eigenlijk om in het wereldje te passen. Maar als je real bent, je kan je niet aanpassen om in een bepaalde wereld te komen. Dus het is een soort van veiligheids gebruiksaanwijzing die hun hanteren om te kunnen zijn wie ze zijn. Hmm. En wie ze zijn is altijd hypocrisie van de hoogste plank. Because if you really for the culture... Dan ga je blenden met daar waar de culture vandaan komt. Ja. En op het moment dat je het wilt gaan pimpen en wilt gaan playen en wilt gaan misbruiken, dan blijf je van de sideline, blijf je knopjes indrukken en aan touwtjes trekken. Ja, maar dat is het verschil. Zoals je zegt, hip-hop is een culture. En het is also doing, weet je, giving back to the culture. En het is een revolution thing. Maar je ziet eigenlijk dat de hip-hop is gegroeid in Nederland. En het gaat ook, dat is eigenlijk geen eens alleen hip-hop. Het is met heel veel dingen, maar het is dat als iets een hype wordt. People trying to get involved. But they're doing it for the hype. They're not doing it for the culture. Juist. En dat is het verschil wat het maakt tussen underground en commercial. Maar nu praat je op artistiek vlak. Maar ik heb het over de mensen die zeg maar staan bij de ingangen van media. Dat heeft ook met hype te maken. Ja, die zien dat iets werkt. Nee, die bekijken het niet als hype niveau. Die zien het als numbers. En die zien het als politiek belang. Als een politieke partij. En die gaan er anders mee om dan de artiesten zelf. Daar zit een hele grote gap tussen. Je weet toch? Yeah. En over die mensen heb ik het juist. Yeah, want die hebben geen affiniteit met jou en mij. But they get paid off our shit. Je weet toch? Dus kijk, heavy. Weet je? En daarom vind ik het tof als JC een basketball team owned. Begrijp wat ik bedoel? Want dat is nu waar wij nu naartoe moeten gaan. We moeten onze eigen shit nu ownen. Je weet toch? Mm. Wij moeten... niet in afwachting zijn of wij gekwalificeerd gaan worden door een bond. Wij moeten die bond zelf zijn. Nu de dag van vandaag. Dat is nu waar wij naartoe moeten gaan, bro. Ah, hey. Ja, man. Omo.
Ik kan me nog een legendarische oude bokser herinneren uit mijn buurt Amsterdam-Zuid. Ik krijg gewoon Grosching hoe ik eigenlijk daarover begin. Ken het hart. Sabama Ete. Rest sure in peace. Known. Ja, toch. Ja, Kenneth, dat was de man. En dat was ook waar ik ook echt lekker vooruit kon sparren. Mee tegen kon sparren. Maar zorg dat je geen klap van hem maakt. Een mantra. Echt. En ja, die... Het is net als van een van het een op het ander. Ja, je gaat weer met de verkeerde mensen om. En dan kan je weer een genoeg doekoe van. Genoeg doekoe, dit, dat. Je moet dit even doen, dat. Nou ja. En op een gegeven moment, ja. Man, nooit meer. Gezien. Till the day of today. Ja. Gezien. Want dat was echt de fighter. The promising boxing legend. The legend. Hij sloopt al die Yankee dudes ook allemaal. Ook gewoon. Dudes. Die man, als ik vertel, één wedstrijd. Die man... We moesten, was in concertgebouw. Een concertgebouw was dat. Die man moesten we tegen Tsjechië moesten we boksen. Mm-hmm. Waar blijft Kenneth? Yo, waar blijft die man? Die man moet, hij moet straks boksen. Oh, shit. Kenneth, zoon, gewoon thuis. Kenneth. Waar blijf je? Ik heb me verslapen. Die man gaat naar een concertgebouw. Springt zich warm. Zrip, boop, 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 boom. Knockout. Some people are like that. Never. Shout out to the legend, man. Kenneth Hart. Rest in peace. In the building. Wow. Sommigen hebben dat. Sommigen hebben dat gewoon. It's crazy. Je pap, weet het. Ik ga hem vragen. Echt, ken het hard. Echt. Wow. Jong. Die man, soms, het is ook vervelend, want ik was echt close with the family. Ja, toch. En ja, soms, sisters, die vragen. Ja, weet je, ik was goed met de zusters ook. En dan vragen ze, heb je nooit wat van kennis? Het is zo hard om ze antwoord te geven. Ja. Het is echt, je denkt, jongen, wat moet ik zeggen? Ja, maar... Wat moet je zeggen? Weet je, dat is... Want het is zo moeilijk. Want je moet er wel rekening houden. Die man, ja, die kreeg misschien geen zakken. Maar dan op een gegeven moment, zie je, dan krijgt die man zijn werk. Voor een van die, moet die bodyguard spelen. Maar dan, je ziet die man opeens in een Benz rijden. Terwijl die man, had altijd probleem met zijn zakgeld en... Ja, dan weet dit even doen, nee, dat even doen. Maar niet, ja. Hebben we nog beelden van wedstrijden van hem? Ik denk dat ik die wedstrijd van Concertgebouw, dat die wedstrijd, die heb ik nog. Die hebben we nog, ja. Mm-hmm. Zou ik een kopietje van dat kunnen krijgen? Je kan al, anytime. Hè? Thanks, Omo, appreciate it. Want wij hebben die gala. Want we zijn de Black Archives. En we verzamelen alle
waardevolle dingen van vroeger. We verzamelen het voor een mooie docu. Amsterdam-Zuid ligt er nog langer niet uit. Ja, zeker niet. Maar dat was ook een Zuidman. Jongen. Dat was ook een Zuidman. Ja. Dope. Hm. Ja, shout-out naar iedereen. Die Jean Sas van hem ook allemaal. Jennifer, je weet toch, ik ben allemaal met hun opgegroeid. Ja, ook, ja toch? Dus. Mm-hmm. Hinder de Keizerplein, je weet toch, salute man. Je weet toch, ja. Ai. Yes. En zo zijn er ook... wat kunt u vertellen over mijn broer, de vader van Jesse Foren? Wat kunt u vertellen over Ramon Foren? Jitori dan! Want hij zit ook niet te kijken daar, hè? Onder de uitzending. Fuck up, bro. Ja, toch? Ja? Hey, Ramon, nou ja, dat weten we. We weten van... Ramon, dat was de power... Power-eater. dus je kon niet zomaar zo'n gaan zeggen van ja, je gaat lekker sparen. Je moest voorzichtig zijn. Maar één ding, hij had altijd respect voor hoe en wie dan ook. Ja. Dus hij weet van, hij gaat niet iedereen... Maar gewoon. En je kan lekker. Je kon altijd lekker trainen met die man. Mm. En tot de dag van vandaag. Ja. Still brothers. Ja, echt. Ik had vernomen dat ik jonger was. Dat hij kreeg een kans ook om naar L.A. te gaan. En toen is hij gegaan. Yes. En toen heeft hij Don King ontmoet. En die had hem geassisteerd, meen ik, om ergens bij een trainingskamp te gaan trainen. Omdat hij geloofde dat jouw vader in die tijd de volgende wereldkampioen kon worden. Serieus, ik wist dat geen eens. Ja, man, bro. Seriously. Damn. En... Het is een diep verhaal. Die ga ik niet eens geven hier. Ja. Die ga ik je straks geven. Het gaat om belangrijke keuzes maken. En prioriteiten stellen. Ja. En op een gegeven moment, wat ik heb begrepen... Je vader kan het je dat beter vertellen eigenlijk. Ja. Weet je, ik ga niet eens daar hier op camera dat vertellen. Ja. Maar hij is toen naar L.A. gegaan. En we waren allemaal trots. Ik was trots, want ik had een foto van jouw vader met de Europese kampioenschap zwaargewicht. Die zwart-wit foto, weet je waar die zo staat? Je weet toch die? Yeah. Met zijn gewicht. Je weet toch, een kleine portfolio, toch? Yeah. Die, toch? Ja, toch? Jerry Curl. Ja, toch? Ja, toch? Die had ik gewoon in mijn lijstje staan. Je weet toch, naast mijn binnen. Van, hey, je weet toch, als ik wakker werd, ik van, ah, ja toch, we komen van die lijn. Je weet toch, dus let's keep them up. Je weet toch? Mm. En toen is hij naar L.A. gegaan. En toen heeft Don King, je weet toch, die oud-manager van Muhammad Ali en Mike Tyson... die heeft hem toen begeleid en gecoacht om zeg maar, te gaan trainen daar. En toen op een gegeven moment heeft hij het eigenlijk gelaten en is hij teruggekomen. Mm. En dat gaat papa jezelf uitleggen. Ja, okay. Toch? Ja, toch? Ja, toch, omu? Ja, toch? Zie je? Dus het is real talk wat ik je hier geef. Crazy. Ja, toch? En wat ik wil zeggen, weet je, tegen de kijkers en zo, je weet toch, je ziet dat dit zijn allemaal mensen met topprestaties, weet je. Miami, Atlanta, basketballen, naar Spanje overal gaan. Legend, die reist ook de hele wereld af. Indonesië, maakt niet uit waar. Weet je, om mensen neer te slaan. Heb titels gepakt. Je weet toch, komen van een lijn die titels hebben gepakt. Begrijp je? Dus ga jullie altijd voor jullie droom. En iets wat mij opvalt gewoon tijdens dit gesprek is dat... Omu zeg maar, ja, ik was een jaartje of 9 en ik ging naar de Albert Cuyp Boksschool, want er was een open dag. En Machinevo zegt, ja, ik was een jaartje of 8, dus... Ik was 9 jaar dat ik begon met breakdance en dat ik ook, weet je, in Alice in Wonderland voor mij, je toch, terecht kwam met hip-hop en dat ik begon te rappen en zo. Dus... Wat mij opvalt is dat die leeftijd van 8, 9, zo, je weet toch, dat is een belangrijk moment. Je weet toch dat als je ziet dat je kind interesses heeft en uitgaat naar iets, stimuleer dat kind, support het kind, want dat is het moment van die jumpstart van bam, gewoon gaan. Yes.
Dat is echt belangrijk. En ja, ik vind zeker. Dat juist voornamelijk in Nederland er heel veel ouders zijn die gewoon niet geloven in dromen van hun kinderen. Juist. Die heel veel stimuleren van ja, ga maar gewoon naar school. Doe maar gewoon je best op school, haal je diploma en dat is te hoog gegrepen. Ja, man. Ik ga voor zekerheid. We leven in een wereld van kapitalisme natuurlijk. Iedereen wil voor zekerheid gaan. Mensen willen niet graag voor hun droom gaan. Of ze worden niet gesupport om voor hun droom te gaan. That is something I have to give to states. Yes. They believe in a children's dream. Weet je wel? Dus daar echt... They push for it. En dat geeft gewoon mee. Als je ouders erin geloven... Dan pusht het jou ook om er meer in te geloven. Om je droom echt te volgen. En dat is belangrijk. Ik denk dat het stimuleren daarvan vanuit ouders naar een kind toe... Is super belangrijk. Super belangrijk, man, bro. Ja. En net wat je aangaf, they playing for keeps. Dus ze gaan voor zekerheid... Alleen eigenlijk in mijn taal betekent voor zekerheid gaan jezelf onderwerpen aan een systeem die beter wordt van jou dan dat jij wordt van jezelf in wat je doet. Precies dat, maar dat is het gewoon. In the building! We droppen facts vandaag hier aan tafel, man. Saar! Ja, toch? Omo, op een gegeven moment begint u uw eigen boksschool op de Zeedijk. En op dat moment ben ik aan het kickboksen bij mijn niffel, Ivan Hippolyte, is een niffel van ons. Begin ik daar te kickboksen bij Vos, want ik ben een kickboksmannetje. Ik wil niet alleen maar slaan, ik wil je ook schoppen als het moet. En ik wil je knieën en ik wil je ellebogen en als je klets ook nog kopstoten, ook nog bij. Dus ik vind dat prachtig. Maar ik zie al die boys, Mike Howard, Errol Risty, al die boys, Frankie Trustful, Johnny... Gerald, al die mannen die komen bij jou, die komen boksen, die komen trainen. Ze zijn allemaal boksmannen. En ik probeerde een keertje mee te trainen. Volgens mij, ik ben maar misschien een weekje kon ik het maar volhouden aan tempo. Hé, hey, die tempo was te hoog, man. Je weet toch? En ik dacht van nee, man, laat mij maar gewoon lekker trappen erbij en zo. Maar hoe heeft u die periode beleefd? Want Frankie Trustful heb ik later ook mee getraind bij Road Doors, bij Boney Gym. En vanuit daar, die boksschool, is hij wereldkampioen geworden. Kickbox. Maar hoe heeft u die periode beleefd als nu niet bokser die in de ring staat, maar nu als coach, als leraar op de Zeedijk met uw boksschool Romeo Kinsmeel? Ja, die periode, dat was een, je zou wel eerst moeten beginnen, de first step, maar ik wist hoe ik zelf op was gegroeid en met de complimenten van mijn coach. Yes. En de ervaring van mijn coach die ik kreeg. Yes. Had, daar was ik dus en dacht ik van, nou, ik kan zelf geen kampioen meer worden. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat jij geen kampioen kan worden. Tof. Dus en dat heb ik altijd in mijn hoofd gezet. Ik niet meer, maar dat wil niet zeggen wat jij niet meer. Dus wat ik in me had, dat kon ik aan jou geven. Mm-hmm. Om te kijken hoe of wat. Yes, mooi. En daarom hebben ze, ik heb altijd veel van die fighters gehad die echt kampioen zijn geworden. En... Ik kan me voorstellen dat als ik bijvoorbeeld... Stel bijvoorbeeld, ik zou een kickboxschool beginnen. Ik zeg maar wat, hè. En ben je dan ook heel erg begaan met sommige van je studenten? Dat je een hele goede band met ze krijgt? Of hou je het zakelijk? Nou, het is een... Dat hangt er eigenlijk helemaal vanaf. Hoe of wat, waar je die jongens ontmoet. En dan is het, dan heb je die band, die hou je toch sowieso. En kan je soms ook gekwetst zijn of raken door bepaalde studenten? Dat is sowieso wel. Ja. Want je gaat eigenlijk een relatie aan met iemand. Juist. En in die relatie kan je altijd gekwetst worden. Ja. En hoe ga je dan daar op de beste manier mee om? Mee om, dan kan ik... het is meer... Babbelen, praten. Leg ze uit hoe of wat ze verkeerd gedaan hebben. Ja. Dat vergt veel
Geduld. Ja, nee, maar en dat is het. Patience. Je moet geduld hebben. En dat is al met altijd, alles. Met alles. Maar geduld, dat komt dat niet uit de lucht vallen. Dat is een schoolzaak. Nee, het is dat is een school apart. Ja, Je hebt het in je of... Je moet het ontwikkelen. Ja. Maar het scheelt ook per persoon, denk ik. Ja, kijk, soms, als iemand echt een verleden heeft, een moeilijk verleden, waardoor je iemand echt getweaked moet worden, heb je ook misschien nog wat meer geduld voor, omdat je voelt voor die situatie. Yes. Als je merkt dat iemand komt vanuit goede huizen, heeft het altijd makkelijk gehad, en just fucking up all the time. At one point you're like, nou... Dan stem je je geduld af. Snap je? De, ja. Aan de hand van de persoon met wie je te maken hebt. Exactly. No, seriously. Ja. It counts. I think it counts. Want, ja, soms zijn er kids die gewoon echt... even ergens doorheen moeten komen om op het juiste pad te komen. Dus dat vergt gewoon geduld. Maar you also want to work for those kids. Like mij. Ja, dus. Nee, en that's it. Ja. Maar kijk, en dat had ik weer. Ik stond aan de top van mijn carrière. Toen ik die... Bokschool begon. Nee. Oh, toen ik daarvoor nog... Toen ik epilepsie kreeg. Ja, want ik wou... Dat was het eigenlijk. Kijk, aan de top van elkaar. Ik heb die laatste wedstrijd, moest ik tegen nummer 1 van Europa. Mm-hmm. Was een prof wedstrijd. Moest ik tegen de nummer 1 van Europa. Mm-hmm. Wel, ik sla die man in de tweede ronde... In de vierde ronde neer. En in de zesde ronde gelijk uit. Iedereen denkt, hey shit, Jens Smith glijdt uit. Terwijl ik een aanval kreeg. Een epilepsie aanval. Wauw. Maar de scheidsrechter keek eventjes van, hey, wat is er met die man? Hey. Maar ja, als je te lang blijft liggen, denkt hij, oh, die man wordt moeilijk, dan begint hij te tellen. Toen bleek het dat ik een epilepsie aanval. Damn. Zo. En zo ben ik eigenlijk gestopt. Met boksen? Ja. Dit weet ik. Ik weet wel van dat u... Maar ik wou er niet over beginnen of zo. Maar nee, u begint er zelf over. Dat is als mensen... Dan weet je waarom. Want een heleboel mensen net die weten niet... Waarom is die man gestopt, man? Ja. Om. Die man was op de height of zijn moment. Begrijp je? Ja, waarom heeft hij ervoor gekozen om dat nooit naar buiten te brengen? Ik heb het altijd naar buiten gebracht. Oh, wel? Ah. Ja. Alleen. Maar dan waarom weten mensen het niet? Of waarom? Nee, sommigen weten het. Oké. Nee. Iedereen die mij kent, weet waarom ik gestopt ben met boksen. Okay. Nee, ik wil het juist... Dat iedereen het weet. Ja, precies. Want dan weten ze dat ik niet zomaar... Gestopt ben. Nee, ik het is eigenlijk... een proud. Juist. Dat ik er nu nog sta. Juist. Ja, tuurlijk. Ik sta er nog. Juist. Ik ben niet in een hoekje gaan zitten. No, zielig. Nee. En most importantly... U brengt uw knowledge over op de kids. Ja. Wat ook belangrijk is natuurlijk. Weet je, dus ik heb gewoon van... En, daarna, Ik heb die onderzoeken, alles gedaan. Mm-hmm. Doordat ik daar gewoon door bleef drammen... Yes. Ben ik mijn... Heb ik diploma gehaald. Diploma van een bokser. Mm-hmm. Dus mijn diploma van fitness. Gruwelijk. Weet je, zo ben ik doorgegaan met de anderen. En dat heeft me echt, de anderen, mensen die hebben me echt goed gesteund. Dat waar. Ik heb mijn vrouwtje, die heeft me ook goed gesteund. Ja, toch. Dat,
waar ik nu zit. Gruwelijk. Ja, blessing. Toch? Blessing. Een goede vrouw is echt een blessing. Ja, zeker. Ja, ja. Ja, toch? Zeker. Ja, ja, ja. Zeker, 100%. Daarom, maar kijk, nu ik mag zelfs weer in weer auto rijden. Gruwelijk. Dus je gewoon weer helemaal gerevalideerd eigenlijk? Ja, zo kan je het wel zeggen. Gruwelijk. Ik heb iets wat ik met u wil delen na de uitzending op betreffende die epilepsie. Mm-hmm. Dus dat. Wat ik me ook heb laten vertellen voordat we eruit gaan, is u had ook een brada, Harold. Ja, Harold. En die man was ook een gruwelijke bokser, heb ik me laten vertellen. Want mijn grote zus heeft me verteld van, hé, maar zijn brada, die was ook gruwelijk. Die was ook gruwelijk, maar die brada, we hadden twee totally different styles. Ja. Mijn broeder, ja, die was Fraser. Ah, die was een Joe Fraser. Joe Fraser. knock-out. Ja. Ja, nee. Dat was die man. Gruwelijk, shout-out, man. Mm-hmm. Nice. Niffel, jij op een gegeven moment slaat ze ook knock-out. Maar op een hele andere manier. Jij gaat gewoon in die DJ Tori G. Ja. Hoe heb je die sprong gemaakt van, weet je, Olympische Spelen? En, je weet toch? Oh, you know, it's DJing crazy. On the ones and twos. And ja, ik ging eigenlijk later in mijn carrière ging ik af en toe wat uit in de techno scene. Waardoor ik eigenlijk een beetje passie ervoor heb gekregen om zelf een beetje voor de hobby gewoon te draaien. Ja. Maar dat is gewoon een uitgelopen hobby. Of een uit de hand gelopen hobby. Ja. Want op een gegeven moment kwam ik met setjes online en kwam een agency vanuit Berlijn. Die wilde me tekenen eigenlijk. En is dat eigenlijk heel hard gegaan in 2 jaar met een carrière daarin. Dus ik deed beide. Want ik wilde niet stoppen met basketbal nog. Nee, tuurlijk niet. Maar ik dacht ook van, hé, wacht, this is a nice step up in my career, after my career now. Ja, ja, want basketbal kan ik niet blijven doen tot ik mijn 50ste. Dat is not realistic. Ja. Dus nu doe ik eigenlijk 2 jaar lang doe ik beide. Which is crazy, want ik heb ook nog een kleintje van 1,5 thuis. Ja toch. You know how that is. Dat is ook gewoon, als je if you want to be a good dad, that's also a big responsibility. En gewoon ook een job. Weet je? Als je er gewoon echt op wil zitten en veel wil meemaken voor die kleine. Dus het is veel trainen. Maar ook gewoon weekenden vliegen over de wereld om te draaien. Gruwelijk. Waar ben je tot nu toe al naartoe geweest? Colombia ben ik geweest voor een tour. Gruwelijk. En veel in Europa. Maar er komt nu, USA komt er nu aan. Azië komt er ook aan. Dus is this crazy. Gruwelijk. Ja. Dat zie je maar. Hè? Dus het zit gewoon sowieso in jouw lijn, in jouw lot. Ja. Dat jij, weet je, doorstroomt en dat je, you travel the world and... That's crazy. Ik vind het is ook echt een blessing. Want ik kan nu van passie overstappen naar passie. Ja. Als werk. Dat bedoel ik. Want ik ben niet gemaakt voor 9-to-5. I'm telling you. Nee. Ik weet het van mezelf ook. I'm not made for that. En dat klinkt misschien een beetje spoiled. Maar dat komt omdat ik vanaf 10 jaar oud eigenlijk al bezig was met topsport. Dus ik heb altijd mijn school gedaan. En daarna was ik profbasketballer vanaf mijn 17e, 18e. Dus ik heb altijd die 2 keer per dag getraind. En mijn wedstrijd gespeeld, maar ik heb nooit vanaf vanochtend tot avond kantoor. Dan ga je misschien even trainen, thuis komen, dan weer opnieuw. En dat tot mijn 65ste. Nee, man. Voor niemand die van hier aan tafel, denk ik, man. And I respect it, want we need the people as well. We hebben ze nodig, maar dat is niet onze lijn, man. Exactly. Dat is niet onze lijn. Dus, maar soms, kijk, het is wel dat heel veel topsporters die komen aan het einde van de carrière en weten niet wat ze willen doen. Weten niet wat ze moeten doen of om uiteindelijk in de wereld te passen. En dat is wel echt een serieus ding. Want vaak gaan mensen die doen werk waar ze eigenlijk helemaal niet happy zijn. Klopt. En ik merk dat doen wat me gelukkig maakt, there's no money that can fight against that. Weet je, omdat mijn happiness die ik heb elke dag en elke dag naar werk gaan, wat eigenlijk niet voor mij werk is, is all richness. Is all having my family. En die vibe die breng je terug mee naar de crib. En iedereen gaat benefiten van die energie alleen al. Juist. Want je staat in je element. Juist. En dat is voor mij belangrijk. Vroeger toen ik klein was, wilde ik altijd rijk worden. Maar nu, mijn richness zie ik nu echt in my healthy family. De dingen doen die ik leuk vind. Wat me energie geeft. En zolang ik maar genoeg geld heb om te kunnen leven. Om dak boven mijn hoofd te hebben. Mijn auto te kunnen hebben. De lifestyle kunnen maintainen die ik nu heb.
is dat eigenlijk genoeg voor mij om gelukkig te zijn. Alles daarna, of alles daaroverheen, is extra. Is extra. Is extra. Ja. En als je dat realiseert als mens, dan happiness is there, man. En daarom is een goede vrouw ook belangrijk. Want die goede vrouw die gaat jou laten in jouw element. Want ze weet, laat ik hem in zijn element, dan ga ik er ook van profiteren. En dat is even een shout-out naar mijn vrouwtje. Want zij, zonder haar, kan ik niet 2 jobs nu kunnen hebben. Yes. Ze is thuis, ze werkt nu niet, omdat ik 2 jobs heb. Snap je? En weet je, zometeen ben ik klaar met basketballen, gaat zij weer werken. Maar ze vraagt me nooit, of ze, soms ben ik gewoon 2 weken een beetje afwezig. But she knows I'm doing my job. En ze gaat nooit aan mijn hoofd zeuren. Yes. Ze weet, ik ben even bezig met mijn werk, dit en dat. Yes. En weet je, en ik probeer gewoon te provide. En voornamelijk door de week ben ik veel met kleintje, met vrouwtje. Juist. En dat is, maar ze moet het wel accepteren dat ik zeg maar zo mijn ding kan doen. En ik moet blij zijn dat zij het accepteert. Juist. En me steunt voornamelijk. Juist, snap je wat ik bedoel? Weet je, en want dat daardoor is kan jij doen wat je doet. Exactly. Ja man. Exactly. En de kinderen krijgen dan ook dat voorbeeld ook weer mee. Juist. Weet ik bedoel? En dat gaat hun ook weer poweren, net zoals jij gepowered bent ook door paps. 100%. Ja toch. En door moms. Ja toch. Ja toch. Ja. Queen Takkie toch. Zeker. Oké, heren, we gaan eruit zoals hoe we erin zijn gekomen. Wil je nog een shout-outje geven, mannen, Jesse? Sowieso shout-out naar mijn oom. Yes. Legend. Legend right here, Sugar Cane. Yes. Thanks, I'm honored to be here. Shout-out naar mijn family. Shout-out naar de people om me heen die altijd in me hebben geloofd. Mijn vader, mijn moeder, mijn family, zoals ik al zei. Mijn vrienden die er altijd zijn. En live life, man. Yes, sir. Romeo, Omu, wil je nog een shout-out geven? Ja. Kom een beetje dichter bij die mic. Everybody, and good luck and power. No, Mr. Jess. Mm-hmm. Ja toch? Okay. Ja toch? Hope to see you back. Okay, dan, gruwelijk. En ik wil een shout-outje geven aan mijn partner in Shine, Arius. Ik wil een shout-out geven aan Agneton. Ik wil een shout-out geven aan ReadyToWear.nl, aan Jaywalk, aan Sergio Takini. Ik wil een shout-out geven aan iedereen die kijkt. Vergeet niet te abonneren. Vergeet niet te delen, want delen is vermenigvuldigen. Je zit hier bij de nummer 1 NL hip-hop podcast, de Doofpot. Waarin niemand anders dan behalve in onszelf geloofd wordt. All praises due to the most high. Sky's not the limit. Het is maar iets waar je naar kijkt. Maar kijk verder en ga verder en durf te dromen. En durf je dromen na te jagen. Shout-out naar mijn moms. Shout-out naar familie Voren. Shout-out naar familie Kensmel. De Doofpot. We in the motherfucking building. Lekker. Ja. Gruwelijk. Dit was echt een dope podcast, man. Ik loef het. Nice. Yes, like sugar and spice. Gruwelijk. Testing my mic, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boogie the type of nigga to pop 4, 5 clips. On any score, thinking I won't. All I do is catch bricks, I'm raised by the hood, you done know. Live life like Rambo, survive any bumbo. Glad things speak more than one floor. Deadly combo, call me Ambo. Move in my gun blow.